Maar de hele rest was in de orde van... Sorry, opari. Tjolle, piep, 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 seks. Wat bovendien de gekste kraak- en piepgeluid. Piep. Ja, dat je denkt, wat is dit nou? Het Verlossen, kunt u mij horen? Maar ik ben wel blij dat je heel huis weer terug bent. Ja, ben ik zelf ook wel blij om. Ik kwam gisteren aan op station Utrecht. Na een 12-urige, nou wat is het? Stond op 9:15 begon die te rijden. 8:15, dus 11-urige treinreis. En toen was er geen taxi te bekennen. Heel Utrecht Centraal niet. Vanwege de Ramadan en de Pasen. Dus daar stond ik in de ijzige wind. Ja, dus, misschien heb ik al longontsteking opgelopen, ik heb geen idee. Maar wat mij natuurlijk ook opviel is, hoe kun je nou in godsnaam in een serieuze stad als Utrecht, met het grootste station van Nederland, althans het drukste station, een taxistandplaats bouwen die alleen te bereiken valt na een wandeling van zeker een kilometer? Hoe gaat iemand op jaren met bagage dat precies doen? De spanplaats kun je niet zien tot je daarboven staat. He, je ziet hem niet in de verte. Wie maakt nou zoiets? Wist je waar die was? Hoe achterlijk kan een gemeente zijn als je zoiets organiseert? Ja. Gaat de gemeente daarover? Of is dit wanbeheer, is dat het werk van de Nederlandse spoorwegen? Alsof ze... Je bent altijd toch verbaasd over de inhumane krankzinnigheid van degenen die boven ons gesteld zijn. Wat is dit nou voor werk, die taxistandplaats aan de oostkant van het station? Nou ja, ik dacht ook echt... Hoe kon je hem vinden eigenlijk? Hoe wist je dat hij daar was? Nou, die kon ik niet vinden. Uiteindelijk heb ik de bordjes gevolgd. Die ook overigens heel verwarrend, met verschillende pijlen, althans in mijn herinnering, verkeerde dingen aanwezen. Maar op die plek, hoe kun je dat nou... Niet waar, je komt aan op spoor 19, ik noem maar wat, je moet naar het oosten van de stad... En dan moet je dus een kilometer gaan lopen met je bagage. En we kunnen ook niet meer op het station dat ding maken. Nou, ik kom van Wien-Hauptbahnhof, net nog even iets groter dan Utrecht. En daar staan gewoon, dan loop je die ondergrondse gang door en daar staan de taxis. En niet één of twee, maar er staan er 25. Ja, Utrecht, wat een meesterlijke stad. Wat een achterlijk dorp in dit opzicht. Ja. De meest florisante economische regio was het, toch? Ja, precies. Daar kunnen we misschien nog eens naar verwijzen. Het is hier zo florisant dat als de investerende buitenlandse zakenlieden aankomen, dat ze dus zo lang moeten wandelen dat ze denken, nou, laten we dat nou maar niet doen. Laten we maar iets anders verzinnen. Ja, je dacht niet, ik pak de bus. Nee, ik dacht ik helemaal niet. Want ik heb mijn buskaartjes verlopen. Ik ga niet meer met het OV. Dan kun je bij de buschauffeur zo'n ding kopen, zo'n strippenkaart. Dat wist ik niet. Maar in ieder geval vond ik het, ja, ik was toen natuurlijk al eenmaal aan de andere kant van het station. Ja. En heel slecht gemuurd geraakt, kan ik je wel zeggen. Wat een stad. Ja. Je kunt het echt geen stad noemen. Mm. Hè? Het is een soort verdwaalde nederzetting in de prairie. Je was ook opgefokt door de treinreis, of niet? Nou, het is meer ontzettend melig, anders kan ik het niet zeggen. Het is ik had gelukkig een hele gezellige reisgenoot, maar... In principe is, je wordt 11 uur in de trein, is gewoon melig. Ja, maar heb je zelf voor gekozen? Absoluut. En je weet, gedreven door idealisme en door het idee dat ik niet meer zou vliegen. En dat staat nu wel natuurlijk vrij grondig op de tocht. Ja. Ik weet niet precies wat ik de volgende keer ga doen. Maar de treinervaring was natuurlijk miserabel. Was het de terugreis net zo slecht? Nee, op het punt van overstappen en aansluiten... Was het in feite niet, ging het allemaal goed. Maar je bent natuurlijk enorm verbaasd dat je zit daar in het modernste railmaterieel wat er in Europa is, namelijk de Duitse ICE. Als ik het me goed herinner, hebben we gisteren een half uurtje heel hard gereden. Dus dat kan die. 273 kilometer per uur. Je kunt dat boven de, er zit zo'n schildje waar je dat... Oh, dat kan je zien, oh ja. Handig. Maar dan is natuurlijk de vraag, hoe vaak rijdt hij zo hard? Niet vaak. Nou, op die totaal van 11 uur
Nog geen uur. Dus hij boemelt maar dit en hij boemelt een beetje dat. En dan stopt hij. Eerst denk je van, god, hij stopt midden in de prairie. Hè? Maar dan blijkt er een station te zijn. Ja, niet veel meer dan een soort veredelde tramhalte. Maar als je nou dit materiaal hebt en je wilde de Europese spoorwegen opstoten in de vaart der volkeren, dan ga je toch in Oostenrijk niet bij elk dorp die zijn hoge snelheidstrein stilzetten. Dat doe je toch niet? En dat is ook een. En het ergste stuk is wel tussen Keulen en de Nederlandse grens. Ik weet niet wat. Of ze daar door dwergen met blauwe, ik bedoel met rode vlaggen begeleid worden of zo. Ik heb geen idee. Maar hoe kun je nou zo'n prutswerk maken van internationale treinverbindingen die beschikken over het modernste en snelste materiaal wat er is? Ja. Dat begrijp ik niet. Ik weet niet of het klopt, maar... Het is treuriger dan de stadsbus, zal ik maar zeggen. Die doet het beter. Iemand, ik weet niet of het klopt, maar iemand die schreef in ieder geval heb van... Heb je de... Of was het... Ik weet niet wat... Ja, moet ik even... Oh ja, moet het even aanzetten. Ja, je moet hem even een beetje bekeuring trachten te vermijden. Iemand schreef van... ze mogen niet zo hard rijden in Nederland, want het spoor is er niet geschikt voor. Nou, dat is ongetwijfeld waar. Maar het spoor is er blijkbaar ook een groot deel van Oostenrijk niet geschikt voor. Oh, daar reden ze ook zo langzaam. Ja, want in mijn herinnering rijden ze alleen hard tussen hoe heet het, Keulen en Frankfurt. Daar werd serieus hard gereden. Ja. We hebben wel wat reacties gekregen van mensen. Ik weet niet of het je interesseert. Die dus ook met de trein hebben gereisd. Of zeggen, nou, die andere mensen interesseren me niet zo. Nou ja, het interesseert me wel. Ik vind wel, je gaat met de trein. Je denkt, laat ik nou eens mijn gedrag verbeteren. Stomme vliegen, dat is ook niks gedaan. Namelijk ook waardeloos georganiseerd. Laten we wel wezen. Ik ga met de trein en dan krijg je dus dit. Ja, nou, ik zal eens eventjes hier kijken. Maarten, stap alsjeblieft niet in de bus. De stoeltjes in de bus zijn voor een gemiddelde Japanner al te smal. Mocht je toch instappen voor een lange reis, dan kijk ik nu al uit naar je reisverslag. Zegt de mevrouw of meneer Kempers. Nou ja, ik heb veel met de bus gedaan natuurlijk. En op dat punt heb ik heel gunstige ervaringen. Ja. Dan hebben we hier iemand die noemt zich 1112-08762. Onze ervaringen met treinreizen door Europa zijn fantastisch. Het vraagt wat en het is toch ontspannen. Op een reis van een dag naar bijvoorbeeld Wenen kun je wel wat oponthoud verwachten. Net als met de auto. Ja, wat zegt dat? Wat is dat nou voor een raar soort van beredenering? Zo van, nou ja, het is waardeloos georganiseerd. Maar ja, met de auto sta je ook in een file. En dan als je niet met de auto gaat bij het vliegen is het ook kloten georganiseerd. Ik vind dat een beetje een rare redenering. Ja. Dan hebben we dus drie op zichzelf complexe en peperdure transportsystemen. En we slagen er niet in om ze behoorlijk te laten functioneren. Nee. We weten allemaal dat het vliegen een chaos is. De treinen die worden gerund door mensen die, ik weet niet precies wat ze uitspoken, maar kennelijk andere prioriteiten hebben dan hun werk goed doen. En moeten we kramen maken voor met de auto sta je in de file? Of weinig in de file, veel in de file? Ik heb geen idee. Maarten Otto die zegt afgelopen zomer via Parijs naar Zwitserland en terug met mijn 6-jarige dochter. Maar als werknemer op een internationale trein ben ik er ook helemaal klaar mee. Vakantie is auto, zegt hij. Nou ja, dus kennelijk heeft hij ook geen gunstige ervaringen opgedaan. En daar kan ik mij dus wel iets bij voorstellen. Dus ik zou zeggen, als je nou van Europa iets maken wil, stel wat mij betreft een railcommissaris aan in de commissie. Geef die man vrij uitgebreide bevoegdheden. En laat eens in godsnaam ophouden, niet waar, met al die kleine nationale spoorsysteempjes, niet waar, met hun eigen incompetentie en eigenwijzigheid de zaak te laten bepalen. Want natuurlijk naar Berlijn gaat wel goed met de trein, maar die stopt ook bij elke dikke boom. Hè? Het enige wat goed functioneert is dat ding naar Londen. Ja. Wie was je reisgenoot? Wie was je tegengekomen? Nee, die was een mevrouw van hetzelfde gezelschap als waarmee ik in Wenen was geweest. Die ging ook met de trein, wat gezellig. Die was ook met de trein gegaan. Was hij nog even een ietsje andere route, maar die was ook met de trein gegaan. Ja, dat was heel gezellig. We hebben heel gezellig zitten praten. Maar dat neemt niet weg dat het treinsysteem als zodanig niet waar dysfunctioneel is. Anders kan ik het niet noemen. Bovendien, waarom bouw je in godsnaam miljarden verslindende supertreinen die niks anders doen dan ongeveer 80 kilometer per uur rijden? En niet veel sneller dan de stoomlocomotief van 120 jaar geleden. Maar waarom irriteer je eraan? Want je kunt ook denken, ik ga lekker een boekje lezen. Nee, wat mij irriteert is de incompetentie. Hè?
Dat je met z'n honderden een trein uitgestuurd wordt, omdat die defect is. En vervolgens, als je met z'n honderden extra in die andere trein zit, dat dan ineens blijkt dat die niet defect is. Nou, sorry hoor. Nee, dat al dat gepraat van, je kunt toch heerlijk naar buiten kijken. En het is zo fijn. Nee, dat is helemaal niet fijn. Ik wil gewoon op een enigszins fatsoenlijk draaiend transport van Utrecht naar Wenen. Dat zou toch moeten kunnen in 2023. Ja, blijkbaar niet. Nee. En god, al die mensen die zich erger aan mijn commentaar. Ik zeg, u heeft alle vrijheid om te laten komen, geen aansluitende treinen te hebben, fijn een tijdje op zo'n eude stationnetje te zitten, allemaal prima. Als u dat lollig vindt, ga vooral uw gang. Ja. Maar ik vind het idioot dat het niet functioneert. Ja. We moeten toch, wat is het, we moeten toch meedoen in de wereld? Ik weet niet hoe het is. Nou ja, neem het in Thalys, waar ik ook wel zin heb gezeten. Die rijdt in Nederland verrassend hard, kan ik je wel zeggen. En dan komt hij in Antwerpen aan, dan moet hij van Antwerpen naar Brussel en dan rijdt hij 40 kilometer per uur. Ja, dat klopt, dan rijdt hij ook heel langzaam. Dat is inderdaad waar. Wat is er nou voor een systeem, stomme Belgen? Ja, dan moet iemand ons toch eens even uitleggen hoe dat zit, want daar moet een reden voor zijn, want het is structureel. Eerst heb je dus de ambitie, nadat Japan en Frankrijk het voorbeeld hebben gegeven, om een hoge snelheidsnet te bouwen en te exploiteren. En vervolgens heb je een enorm duur materiaal. En dat blijkt eigenlijk over die dorpsspoorwegen te moeten rijden die niet aangepast zijn aan de moderne eisen. En dan is het al een godswonder dat de Duitse ICE, dat die dus gewoon Nederland binnen kan rijden. Dat die niet hoeft te stoppen voor een nieuwe locomotief. Hè? Zoals de trein naar Berlijn deed, althans toen ik ging. Maar is er iets over nog van de romantiek van de treinreizen na deze reis naar Wenen? Nee, dat zou ik zeggen maar niet. Helemaal weg, verdwenen. Het enige grote voordeel wat je hebt is dat je op sommige trajecten, dat je daar mooi landschap hebt en soms mooi licht. Niet altijd, maar goed, dat valt niet te verwijten aan de railautoriteiten natuurlijk. Overigens, vooral het stuk Keulen-Nederland is ook niet erg aantrekkelijk om te zien. Nee. Je zit voortdurend in van die bakken, hè, want het spoor door een bak loopt. Is dat het Roergebied daar al? Nee, want je buigt linksaf, zou ik maar zeggen. Van, Keulen ligt aan de Rijn en dan buig je linksaf naar boven. Om tenslotte uit te komen. Ik weet niet, eerst ga je via Blerik. Nou, daar mag je kennelijk niet harder rijden dan 13 kilometer per uur. Dus dat gaat je ook heel langzaam. Nee, het is dus een systeem waarin alle elementen niet goed bij elkaar passen. Dat is eigenlijk het probleem, denk ik. En zou het iets zitten denken, zou het iets te maken hebben met burgers bijvoorbeeld die zeggen, ja, die nee, trein het heeft iets te maken met de traditie van de nationale spoorbedrijven. Oh. Dat zijn in feite volstrekt verkalkte bureaucratieën die zich nooit hebben aangepast aan de revolutie in het spoorverkeer, die de bedoeling was van al deze zaken. Hmm. Hoe is het in de Verenigde Staten? Dat ICE-materiaal wat die Duitsers hebben gemaakt, daar is niks mis mee. Nee, dat klopt wel, ja. En hoe is dat in de Verenigde Staten? Daar hebben ze ook van die mooie grote treinen. Dat is nog veel dramatischer en slechter. Een treinverkeer, joh. Dat is helemaal verschrikkelijk. Die corridor, zal ik maar zeggen, Boston, New York, Washington. Daar is in ieder geval het netwerk is opgekalfaterd. Althans, de laatste keer dat ik dat deed. En dan moest je ook, neem in Amerika nooit een gewone intercity trein. Daar zit de stront op het plafond in de wc en de deuren klapperen. Nou ja, dat is onbeschrijfelijk. Dat is gewoon Oost-Europa. Het is vaak in de Verenigde Staten dacht ik, het is helemaal niet. Het is heel begrijpelijk dat een groot deel van de Amerikanen uit Oost-Europa afkomstig is. Slordig, viezig, niet op tijd schoongemaakt. Nou ja, al die dingen waarbij de Nederlander denkt, dit kan beter als we even iets meer aandacht en liefde aan zouden besteden. En hoe heette dat ding ook alweer? Je had daar de Metroliner, nou weet ik het meer. En bij de Metroliner hing al op het station een bord dat als die meer dan een half uur te laat was, kreeg je geld terug. Nou, dat leek me wel een deal. En je begrijpt ergens, zo voorbij Philadelphia of zo, ging de Metroliner stilstaan. Zonder aanwijzbare reden werd ook niks omgeroepen, want dat is ook karakteristiek voor deze, moet ik zo nog eens over zeggen. Voor deze bedrijven. Namelijk de totale gebrek aan behoorlijke informatie. En net op het moment dat ik dacht, nou, als die nou nog even blijft staan, krijg ik mijn geld terug in Washington.
begon hij weer te rijden en was hij precies op tijd, zodat ik jammer genoeg mijn geld niet terug heb gekregen. Ik weet niet wat ik toen heb gedaan. Ik geloof dat ik met de kennissen terug ben gereden met de auto ook. Nee, de rest van Amerika. Ja, je hebt wel natuurlijk, je kunt in Canada zo'n reis maken langs de verschitterende natuur. En dat kan in Amerika volgens mij ook. Dat heb ik zelf nooit gedaan, dus daar kan ik niks over zeggen. Ik kan alleen maar zeggen dat mijn intercity-ervaringen in de Verenigde Staten lamentabel zijn. Oké, okay. Maar hebben ze daar ook zoiets wat hier wat vergelijkbaar is met de ICE of de Thalys in de US? Nee, dat waren ze van plan. Maar ik geloof dat in Californië waren ze dat van plan. Maar volgens mij is dat volledig in het zand gelopen. Oké. Okay. Komt dat uiteindelijk niet klaar. Het kan dus. Nou, denk aan China, wat in no time een enorm hoge snelheidsnet uit de grond gestampt heeft. Even afwachten of dat ook goed blijft en blijft functioneren. Maar goed, de Japanners zijn de uitvinders. En bij mijn weten hebben die de zaak goed op de rails staan. Ja. Zo metaforisch als letterlijk. Ja, ik sprak van de week mensen die kwamen terug uit Japan. En die zeggen, daar rijdt het tot op de seconde nauwkeurig. Ja, dat schijnt zo. Dat leidt weliswaar geloof ik wel tot zelfmoord van de machinisten. Die 2 seconden te laat zijn, maar... Oh, is dat? Heb je dat gehoord? Ja? Is mij wel eens verteld, ja. Ik kan niet instaan voor de waarheid van deze mededeling. Want dan, wat ik nog even vergeten was, waren de omroepberichten in de trein. Oh ja. Want dat is kennelijk per traject zijn er verschillende personen die de verantwoordelijkheid daarvoor dragen. En eigenlijk hadden ze allemaal, behalve de allerlaatste, die was min of meer verstaanbaar. Maar de hele rest was in de orde van... Ja, geen idee. Ook het zijn vaak lange teksten en je hebt geen flauw idee waar het over gaat. Echt totaal niet. Het heeft niet te maken dat je wat ouder bent, dat je het niet meer verstaat. Dat zou kunnen, maar ik zou zeggen, dat is niet mijn schuld. Dat is de schuld van het omroepsysteem. Wat bovendien de gekste kraak- en piepgeluid. Piep! Ja, dat je denkt, wat is dit nou? Ja, is er net naast staan, schrik je werken, apenlazers. En natuurlijk, een klassiek probleem. Bij de 2 wc's per wagon is er altijd 1 defect. Ja, liever zit je doet de deur open en dan staat er voldoende pis in, alsof er een koe in gezeken heeft. Ja, het is ongelooflijk werk. Dat was trouwens ook een appaar naar alle musea in Wenen. Niet waar dat de liften of zo traag werken. Dat je denkt, je gaat maar met een zwakker gestel maar de trap op. Ja, of je staat dus een half uur te wachten. En als die dan komt, blijken er al 10 mensen in te staan. Daar ga je niet bij staan natuurlijk. Jongen. Maar ben je niet te kritisch, Maarten? Nee, ik ben helemaal niet te kritisch. Ik stel doodnormale eisen. Aan doodnormale, doodsimpele systemen die al 2 eeuwen bestaan, grotendeels. De spoorwegen zijn per slotverrekening van de rest van 1830, 1840. En nu hadden we besloten, het moest anders, het moest moderner, het moest sneller, het moest een alternatief zijn voor het vliegen. Niet waarde wat in allerlei opzichten ook een bepaalde bezwaren vertoont. En dan krijg je dit soort van rommel aangeleverd. Ja. Ik moet nog denken aan die omroepberichten. Bij de NS heb je vaak van die conducteurs die dan grappig willen doen. Hè? Die maken dan zo'n heel grappig bericht. Ja, dat is het jongens- en meisjesgenre. Ja. Jongens en meisjes, waar komen zo aan in Gouda? Hoezo jongens en meisjes? Wat is daar voor lolligs aan? Nou ja, goed. Dus je begrijpt, ik was er niet erg tevreden over. Nee. Wel mooi, we hebben nu een hele mooie bundeling gemaakt. We hebben eerst een aflevering, een half uur over Schiphol, waar het niet deugt. Een uur de vorige keer over de treinen naar Wenen, of in Europa. En nu nog een half uurtje. Dus het is een mooie bundeling voor mensen die... Ja, het zijn defecte systemen. Nee, de Eurostar, daar heb ik geweldige ervaringen mee. Naar Londen, ja. Ja, althans, ik heb er nooit pech mee gehad. Ongetwijfeld zijn er mensen die dat wel hebben gehad. Ik heb er nooit pech mee gehad. Het is ook qua tijd goed te behappen. Het is 4,5, 5 uur of zoiets dergelijks. Overigens ook voor de Eurostar geldt. In Frankrijk rijdt die verdomd hard. En je merkt wel dat in Engeland het railbed wel een beetje is aangepast. Maar echt de topsnelheden maakt hij daar niet. Nee. Maar je hebt natuurlijk wel het enorme voordeel dat je op een heel mooi station aankomt. In Londen, St. Pancras. Nou, dat is prachtig. Waar je overigens ook weer achterlijk lang moet wandelen. Hè? Ook weer 2 uur lopen.
Wat denken toch al deze autoriteiten, die zelf ongetwijfeld alleen in auto's met chauffeurs rondrijden, van oudere mensen met bagage? Hè? Dan maak je het toch zo dat dat zo simpel mogelijk is? Of dan maak je toch desnoods loopbanden? Het is, Er rijden toch van die karretjes rond die je dan kunt bestellen en dan komen ze je ophalen? Ja, dat schijn je schriftelijk 2 weken van tevoren aan te moeten vragen. Ik geloof dat je alleen in Rome werd me verteld dat je zo'n karretje kon krijgen. Dat klopte. En daar zat ook zo'n Max Verstappen op. Dus die man had er wel lol in. Om over die Romeinse, hoe heet dat daar ook alweer? Leonardo da Vinci of zo heet het, geloof ik. Nou ja, het is. En ik volgens mij ben ik bepaald de enige niet. Als ik ook naar de reacties kijk. Is dat Europese railsysteem gewoon een zootje. Hoe was het eten? Nou, het eten was lekker. In de trein bedoel ik, hè? Oh, in de trein heb ik niks gegeten. Dus dat was niet zo nodig. Een stukje chocola. Komen ze met zo'n karretje door de dingen heen? Ja, ik heb wel 2 cappuccino's gedronken. Oké. Daar was niks mis mee. Want bij de NS hebben ze nu zo'n rugzak, hè? Omdat ze natuurlijk trapjes erin hebben, is dat karretje weg. Dat is niet meer handig. Bij de NS heb ik al volgens mij jaren geen consumpties aangeboden gekregen. Ik ben maar blij dat je zit ook niet meer nooit in de trein hier, toch? Nee, zo is het maar net. Ik ben blij. Ik heb het opgegeven. Ik ben maar blij. Het is denk ik bij de NS nog erger. Dat zou best kunnen. En dan heb je natuurlijk al die problemen. Dat je vaak als ouder, als je het vervelend vindt om op de roltrap te gaan, waar ik alle begrip voor heb, ik doe dat toch wel, ik kan dat toch wel. Maar als je wat minder goed ter been bent en wat ouder bent, dan is dat een probleem. Wat is daar eng aan? Nou, het is een bewegend ding waar je op moet stappen. Het is niet zo dat hij even stilstaat, jij stapt erop en dan dat je op een knop drukt en dan gaat er maar. Maar je moet er gewoon doorlopen en dan gaat het vanzelf. Nee, het is zo heet zo'n ding. Hoe heet dat volgens een continu draaiend systeem? Jacobsladder of zo? Nou ja, hoe dan ook. Dus dat is ook. En dan vind ik dat liften moeten daar onmiddellijk zichtbaar aanwezig zijn en ook functioneren. Ja. Denk aan die musea waar die liften niet functioneren. Ja. Nou, we hebben in ieder geval wat mooie punten voor Wouter Koolmees. Ik weet niet of hij luistert, maar anders moet iemand hem bij de NS hier maar even op wijzen. Die kan hem al dit soort punten meenemen. Ik pleit ervoor, hou op met die nationale spoorwegbedrijven. Hè. Zorg dat het hoge snelheidsnet, dat overal zodanig is dat er ook hard gereden kan worden. Niet. Wat heb je nou aan geboemel met zo'n peperdure trein? Toch niks? Nee, dat klopt. Maar ze kunnen de NS toch niet wegdoen? Dat is toch niet te doen? Nou, je doet de NS, die mag wat mij betreft het kleine werk doen. De sneltrein tussen Haarlem en Amsterdam, daar zijn ze ook mee begonnen, dus waarom niet? Nee, maar zorg dat het je internationaal, dat er een internationaal Europees netwerk komt, wat naar behoren functioneert. Het materieel is er. Waarom zouden we dat dan niet zo verder uitbouwen? Nou, ik denk zo moeilijk kan het God beter toch niet zijn om het railbed aan te passen. Ik heb wel eens gezien hoe ze die nieuwe spoorregeling maken. Dat is een enorme puzzel, want het moet allemaal maar in elkaar passen. Volgens mij is het wel heel lastig. Ja, vast niet. Ik geloof er ook niks van. Het moet vrij simpel zijn. Bovendien, als je naar Berlijn gaat, is heel opmerkelijk. Want dat is heel normaal railbed, voor zover ik het kon zien in ieder geval. En dan rijdt die Nederlandse trein, hè, de Nederlandse wagons, die rijden dan tot iets voor over de Duitse grens. Met de bekende Nederlandse snelheid van 130 km per uur, kom ik zo nog even op terug. En dan komt er een Duitse locomotief voor. En dan denk je na een tijdje, ja, dit voelt anders, er is iets gebeurd en dat klopt. Hij rijdt 200 km per uur over normaal railbed, voor zover je kan zien, dat kan zien. Op grote stukken van dit traject loopt de spoorbaan naast de vierbaansweg. Dan is het vrij lullig, niet waar, dat je op de vierbaansweg het golfje met aanzienlijke snelheid voorbij komt zetten. Terwijl jij in je trein zit van, wat zal zo'n ding kosten? Nee, het is, blijft een. Daaraan zie je toch dat Europa, wat je verder van Europa mogen denken, je weet hoe ongelooflijk pro-Europees ik ben, maar dat Europa nog steeds bestaat uit een hele reeks van kleine prutsers. Ook Nederland, wat mij betreft. Ook ondanks het feit dat Utrecht, niet waar, wat was het ook alweer, de meest fantastische regio van Europa is om te investeren. Gaat u vooral eerst, voordat u gaat investeren, ik zeg het maar even voor de zekerheid, even kijken of u een taxi kunt krijgen op het station in Utrecht.
We hebben veel dingen besproken over de reis. Wil je er nog iets aan toevoegen? We hebben dus de heenreis, de terugreis. Ja. Je hebt al wat verteld over Het is misschien langzaam wat veel voor de luisteraar. Ik kan misschien nog even zeggen waar we geweest zijn. Oh ja, dat is ook. Dus schrijf even mee, want het is misschien een leuk programma ook voor mensen. Ja, wij zijn geweest. Wij zijn alleen maar in musea volgens mij en in eettenten. Nou, nee. We zijn natuurlijk wel in musea, maar ja, waar moet je anders heen? Want, nou, we zijn eerst begonnen met een wandeling langs de ring. He, Wenen is een klassiek voorbeeld van het ongekende voordeel wat steden hebben gehad die in de tijd zijn voorzien van versterkingen. Wat bedoel je met versterkingen? Een muur met grachten en forten. En, nou ja, fortificaties, laten we het zo zeggen. Niet waar? Wenen is natuurlijk nog in de late 17e eeuw door de Turken aangevallen en heeft zichzelf toen effectief verdedigd. Het was een indrukwekkende vesting. Maar het was natuurlijk iedereen duidelijk, halverwege de 19e eeuw, dat die vesting niet meer nodig was. Dat de Turken ondertussen hun eigen chaos en mislukking hadden georganiseerd, dus daar hoeven ze niet bang meer voor te zijn. En toen zijn die vestingwerken afgebroken, waardoor er een hele brede strook van de stad als het ware vrij viel. En in die brede strook hebben ze dus een voortreffelijke infrastructuur aangelegd, dat is punt 1. En langs die infrastructuur hebben ze een hele reeks van typisch 19e eeuwse cultuurpaleizen gebouwd. Een opera, een muziekgebouw, twee schitterende musea, het kunsthistorische museum aan de ene kant en het natuurhistorische museum aan de andere kant. Dat zijn pendanten, dat zijn identieke gebouwen in principe. Een parlementsgebouw, een schitterend, mooi vind ik het niet, maar het is een indrukwekkend parlementsgebouw. En mijn theorie is altijd, hoe indrukwekkender het parlementsgebouw, hoe beroerder het parlement functioneert. Dat klopt ook, althans voor het begin van het parlementaire gebeuren in Wenen en in de Donaumonarchie. En dan is er nog een indrukwekkend universiteitsgebouw opgetrokken. En dat geheel, dit hele ensemble van de Ringstraßen, zoals dat heet, is heel indrukwekkend. Is een, dat kun je wel zien, denk ik, als een triomfantelijke uiting van wat de liberale burgerij over cultuur dacht en van cultuur verwachtte. En dat is het interessante van Wenen in feite, dat rond de eeuwwisseling er eigenlijk een avant-garde ontstaat die zich afzet tegen die liberale culturele orde. En daarvan zijn ook diverse uitingen te vinden natuurlijk. En dat is bijvoorbeeld, dat hebben we ook bezocht, het Secessionsgebouw. En daar heb je weer een Fries, de zogenaamde Beethoven-Fries. Dat is gemaakt naar aanleiding van een soort herdenkingstentoonstelling van Beethoven. Overslag dat gebouwtje totaal in elkaar aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Het is prachtig gerestaureerd. Sowieso heeft Wenen enorme schade opgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En zeker in de Russische bezettingszone, die is ook vrij effectief leeggestolen door de Russen. Waar waren we gebleven? Nou ja, die triomfantelijke ringstraßen, dus dat kun je in principe allemaal gaan bezoeken en daar kun je naar binnen gaan kijken als je dat leuk vindt. Als het kerstmis is, ik ben er wel eens geweest in de kerstperiode, hartstikke leuke kerstmarkt in Wenen. Nou ja, dan zijn we natuurlijk onvermijdelijkerwijs naar Schönbrunn geweest. Het gek genoeg is dat tegenwoordig eigenlijk grotendeels geïntegreerd in de stad Wenen, maar dat was vroeger het zomerpaleis van de keizer. Dat werd de keizer van het Duitsstalige deel en de koning van het Hongaarse deel. Want natuurlijk in 1867 hadden ze de zaak in tweeën gedeeld. En het was al zo dat als je een paspoort had van het Hongaarse deel, dat gold niet voor het Duitsstalige deel. Dat heette overigens in die tijd Cisleitanië en Transleitanië, omdat de Leita was een soort van rivier die dat rijk eigenlijk in twee stukken verdeelde. Dus rond de eeuwwisseling krijg je een culturele avant-garde die zich afzette tegen de burgerlijke cultuur. Nou, dat kun je ook overal bezoeken. Daarvan zijn misschien, denk ik, de schilders, ook de schrijvers, goede vertegenwoordigers naar mijn idee. Maar je kunt denken aan Klimt in Chile.
Nou, waar moet je die gaan bekijken? Die kun je gaan bekijken natuurlijk in die Oberste Belvedere. Daar zijn wij overigens niet geweest, maar je kunt ze ook gaan bekijken in het Leopold Museum. Wat ik van harte kan aanbevelen. Vooral als u een geschoold en traploper bent en u heeft ook liefde voor de trap, dan is dat een uniek museum in allerlei opzichten. Bent u iets meer van de lift, dan zou ik zeggen, oefen u een beetje in geduld. Maar ik ben tenslotte gewoon bij de bovenste twee verdiepingen geweest, waar nu juist een tentoonstelling eigenlijk gaande was. Over dat moment waarop, laten we zeggen, die avant-garde in Wenen ontstond. Die sterk vanuit Jugendstil-achtige elementen opgebouwd was. Je kunt dat natuurlijk al hartstikke leuk nalezen. In dat boekje van Caroline de Gruyter, die vergelijking maakt tussen de donormonarchie enerzijds en de Europese Unie anderzijds. Overigens ook goed uitlegt dat dat in allerlei opzichten ook heel verschillende systemen zijn. Maar wel duidelijk maakt hoe moeilijk het is om zo'n complex geheel, wat niet een zeg maar natuurlijke nationale binding onderling heeft, om dat te runnen. En dat je daar altijd compromissen moet sluiten. En dat het allemaal verschrikkelijk lang duurt en dat het ingewikkeld is. Nou, dat was toen zo en dat is nu in de EU in allerlei opzichten nog zo. Het kardinale verschil is natuurlijk dat de donormonarchie uiteindelijk één natie was, waar de meeste nationaliteiten zich onderdrukt voelden, behalve de Duits sprekende en de Hongaren. En dat natuurlijk de Europese Unie is een samenwerkingsverband van soevereine staten. Wat ook op het punt van de spoorwegen zo uitstekend duidelijk is natuurlijk. Want hoe beter en effectiever ze elkaar in de wielen kunnen rijden, hoe liever ze dat in feite doen. Dat is wel eens de indruk die je hebt. Dan zijn we geweest naar het Literatuurmuseum. Leuk om te doen, maar ja, een museum, een literatuurmuseum heeft altijd natuurlijk iets lastigs. Wat laat je zien? Ja, wat hangt er dan? De kamerjas van een bekende schrijver. Daar heb ik dus niks mee. Kamerjas van een bekende schrijver. Maar toch ook, ja, het was ook niet... Je kunt er best even rondlopen, je kunt er iets opsteken. We zijn naar het Freud Museum geweest, dat is er ook. Dus dat is ondergebracht in het appartement waarin Freud lang gewoond heeft. Freud is van 1856, als ik het wel heb, en overleden in Engeland in 1939. Want hij is tenslotte in 1938 uitgeweken naar Engeland. Hij wou overigens eigenlijk helemaal niet weg, maar is tenslotte toch door de omstandigheden gedwongen, omdat natuurlijk in 1938 Oostenrijk in Duitse handen viel. Overigens met hartelijke medewerking van het overgrote deel der Oostenrijkers. Daar hebben we het volgens mij al over gehad. Wat hebben we dan nog meer gedaan? Wij zijn ook nog naar het Drieteman Museum, zoals het daar heet, het Third Man Museum, zijn we ook nog geweest. Wat je overigens, wat een voortreffelijk boek is over deze hele periode, zeg maar eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, is dat boek Die Welt von Gestern van Stefan Zweig. Dat is ook in het Nederlands vertaald, in het Engels vertaald en vanzelfsprekend is er een Duitse tekst. Zweig heeft niet zijn hele leven meesterwerken gecomponeerd, was overigens enorm succesvol en is daar ook rijk van geworden. Maar Die Welt von Gestern is een boek wat naar mijn idee zeer de moeite waard is. Vooral omdat het naar mijn gevoel een mooie beschrijving geeft van al die jonge intellectuelen, jonge Joodse intellectuelen in Wenen in de late 19e eeuw, vroege 20e eeuw, die dan eigenlijk gloriëren in die zowel in de liberale cultuur als in, laten we zeggen, de avant-garde die dan rond 1900 in Wenen tot ontwikkeling komt. Want Wenen was natuurlijk een van de cultuur hoofdsteden van de wereld in allerlei opzichten. En tal van lui zijn natuurlijk ook tenslotte uitgeweken naar alle mogelijke landen. Hetzelfde patroon natuurlijk in Duitsland. Berlijn was natuurlijk ook in de jaren 20. Was Berlijn ook in allerlei opzichten cultureel leidend in de wereld. Ja, ik zit even te denken, wat zou je daar nu van kunnen zeggen? Er zijn eigenlijk geen steden meer die die functie vervullen, omdat
Misschien moet je het internet zien als één gigantische stad die wereldomspannend is en die enorm vernieuwend en veranderend werkt. En de steden vullen elkaar een beetje aan, heb ik het idee ook. Ja, maar om nou te zeggen, New York is zeker na natuurlijk de rampzaligheden in Europa in de jaren 30 en 40, heeft New York zeker enige tijd de rol vervuld van de culturele hoofdstad van de wereld. Ik vergeet Parijs natuurlijk nog voor de oorlog. Parijs misschien ook wel even na de oorlog. Voor iemand als mijn vader bijvoorbeeld was Parijs de navel van de wereld. Ja, ja. In Parijs gebeurde het. Parijs was alles. Dat heeft Parijs denk ik niet lang volgehouden. In de zeker in de Gaullistische tijd was, had Parijs die functie niet meer. Dat komt bij dat het, wat mij betreft, de Franse intellectuelen in, zeker na de oorlog, schromelijk overschat zijn in de betekenis van wat ze bedacht hadden. En de invloed die dat wereldwijd heeft gehad. Londen heeft nooit zo'n uitgesproken cultureel leidende functie gehad. Maar goed, de jeugd zwermt nu vooral naar Berlijn. Ik heb begrepen dat het clubleven daarvan een ongekende revolutionaire levendigheid is. Wat ik natuurlijk de jeugd van harte toe wens. Ook gewoon op straat, hè? Ze staan daar gewoon bij. Nou ja, op straat, daar heb ik nou weer zo mijn kritische gedachten over. Want we moeten natuurlijk ook tenslotte, we hadden eigenlijk het Kunsthistorisch Museum hadden we niet op de lijst staan. Ik zit nog even te denken, wat hebben we in godsnaam, wat heb ik nu vergeten bij mijn opsomming? Nou, in ieder geval niet zo verschrikkelijk veel tenslotte. Het Joods Museum hebben we natuurlijk bekeken. Van het Joods Museum zijn we dan direct doorgegaan naar het Leopolds Museum. Ik vond het Joods Museum is sober, maar wel de moeite waard om eens te gaan kijken. Het was overigens zo dat die, ik geloof dat er in totaal 400.000 Joden waren in Oostenrijk. Op het moment dat het, laten we zeggen, 38 moment van de Anschluss. Daarvan was een aanzienlijk deel al vertrokken. Daarvan is nog weer een groter deel vertrokken na 38, maar ik dacht toch dat er uiteindelijk nog iets van 60.000, 65.000Oostenrijkse Joden het Derde Rijk niet hebben overleefd. En ook als je in dat Joodse museum, word je eigenlijk toch binnen 10 minuten weer getroffen door een soort van totale verbazing die je tot lichte wanhoop brengt van de onbeschrijfelijke, gruwelijke, onbegrijpelijke gewelddadigheid van het nationaal-socialistische regime. De moordzucht, de verwoestingsdrang. Wat heeft in godsnaam die arme natie bewogen? Niet waar, dat Duitsland tussen 33 en 45. Het is onvoorstelbaar. Ik geloof ook dat Hannah Arendt ooit geschreven heeft, het had niet moeten gebeuren, het kon eigenlijk niet gebeuren. En het is gebeurd. Ja. Het heeft geen haar gescheeld of ze hadden er blijvend voor Europa naar de verdommenis geholpen. Hè? Met die mafkees. Ja, het is... Nee. En dan voor te stellen dat er mensen zijn die het ontkennen, hè? Goed, dat is natuurlijk de afdeling. Dat is de gekke brigade die je altijd overal opereert natuurlijk. Daar moet je ook geloof ik niet al te veel van aantrekken. Maar misschien zouden ze er al goed aan doen om eens her of der iets te gaan bekijken in Europa. Nou, er was toch laatst een onderzoekje, Maarten, waar toch wel blijkt in een groot deel ook van de jonge mensen, die dus deze geschiedenis vaag kennen, niet goed weten hoe het precies zit. Dus ja, dat zou ik zeggen, shame on you. Maar dat is dan ook een tekort van het Nederlandse onderwijs, als dat zo is. Maar dus zo'n museum is heel hard nodig. Nou, dat zou zeggen, ga daar kijken. Maar je kunt natuurlijk net zo goed in Duitsland gaan kijken naar diverse ellendigheden. Ik ben geen groot liefhebber van het bezoeken van concentratiekampen. Ik denk even aan Dachau bijvoorbeeld, waar ik nu al 3 keer ben geweest of zoiets dergelijks, ook op vergelijkbare reizen. Maar ja, en als je door Dachau loopt, het is een zonnige voorjaarsdag, dan denk je wat een lollige vakantiekolonie. Hè? Mm-hmm. En die huisjes zijn keurig wit, het gras is Duits kort en gezond geschoren, de populiertjes zijn uitgelopen, dat je denkt, potverdomme, wat het was, is niet terug te brengen. He? Ja, je kunt zeggen, dit was Dachau. Hier zaten ze. Ze hebben er zoveel van 10.000, 100.000 mensen vermoord. Maar je kunt veel beter een aangrijpend boek lezen.
over dat concentratiekamp universum, want dat was het wel, dan dat je dan gaat kijken. Althans, ik ben nooit in Auschwitz geweest, dus misschien zou ik daar in principe anders op reageren. Dus ook nog het Joods Museum, dat hebben we ook bekeken. En nou, dan hebben we volgens mij alles weer gehad. En we zijn natuurlijk ook, hoewel dat niet op het officiële programma stond, naar het Kunsthistorisch Museum geweest. Had ik al verteld dat ik een jaarkaart moest aanschaffen. Ja, voor ruim 50 euro. Ja, dat vond ik niet praktisch. Waarom kan je nou in zo'n museum geen weekkaart krijgen? Dan moeten toch massas mensen een paar dagen in Wenen zijn en meer dan één keer willen gaan, want zo ben ik dan kan wel. Kan een museumjaarkaart hier iets in betekenen, denk je? Nou, dat volg ik natuurlijk ook nog. Dat ik denk, zeker bij in Nederland een museumjaarkaart. En hebben ze hier niet zoiets? Is er geen verbinding mogelijk tussen de Nederlandse museum? Nee, dat is allemaal helemaal niet mogelijk. Dat zat er niet in. Als u trouwens naar dat museum gaat, ga primair naar de schilderijenafdeling. Daar heb ik denk al met de een en ander over gezegd. U heeft wel een beetje een idee wat u moet gaan bekijken. Maar ga, als u nog toch voldoende tijd hebt. Het is een prachtige hal en al die beschilderingen in die hal, of een groot deel daarvan, zijn van de hand van Klimt en zijn broer. Maar ga ook naar rechts. Als u naar rechts gaat, hoeft u maar een klein trapje op overigens. Dan heeft u de afdeling antieken. Dus dat begint met Egypte. Dat is een redelijke collectie, maar in Leiden ziet dat er minstens even goed uit, naar mijn idee. En dan vervolgens krijg je natuurlijk de Grieken. Eerst de oude periode, dan een nieuwere periode en tenslotte de Romeinen. En daar hebben ze toch, dat zijn allemaal echt fantastische dingen om te zien. Het meest aandoenlijke kinderspeelgoed wat ik ooit in mijn leven heb gezien, wat dan iets van 5000 jaar oud blijkt te zijn. Ja, het is een soort vierspan op een kinderonderstelletje gemonteerd. Het is echt, het is jammer dat we niet aan de plaatjes doen, maar ga kijken. Je had het net nog even over die bezettingszones. Hè? Daar heb je het eerder over gehad, dat je heel duidelijk kon zien, ook in Wenen, wat het Russische bezettingsgebied was en het andere. Ja, maar dat was overal zo. Denk aan West-Berlijn en Oost-Berlijn. Idem dito. Waar liep die grens dan in Wenen? Nou, dat is eigenlijk vrij lastig te bepalen. Dat kunnen de luisteraars verreweg het beste aan om even een kaartje te bekijken van de bezettingszones in heel Oostenrijk. En dan de indeling in Wenen. En in het centrum daarvan had je de Allied Control Commission. Die was de commissie die... Je ziet dat natuurlijk ook heel aardig in de film The Third Man. Dat bezettingsautoriteiten daar in feite de lakens uitdeelden. Maar wat viel daar dan op? Nou, je kunt zien dat de Engelsen en de Amerikanen daar het voor het vertellen hadden in 1948. En dat heeft dus geduurd tot 1955. Maar je zegt net, de Russen hebben de boel helemaal leeggeroofd. Nou ja, helemaal leeggeroofd. Maar die heb ik gewoon niet. Ik las ergens dat ze voor zeker 20 miljard gestolen hebben in hun bezettingszone. Kijk, het grootste ellende die je kon overkomen was door Russen bezet te worden. Niet waar, dat was natuurlijk ten eerste natuurlijk de verkrachtingen. Ja, iedereen zal zeggen, zeker ten aanzien van Nazi-Duitsland, natuurlijk eigen schuld, dikke bulten, daar zit wat in. Maar ja, de Russen hebben zich natuurlijk overal waar ze iets gedaan hebben, hebben ze zich misdragen. Ja, dus ze dachten na de nazi's, oké, nu hebben we het ergste wel gehad en toen kwamen de Russen nog een keer. In allerlei opzichten, ja, zo kun je het wel zeggen, van de regen in de drup. Ik las een heel stuk over criminaliteit in Wenen en volgens dat stuk was 90% van de criminaliteit in Wenen na de Tweede Wereldoorlog, dat waren dronken Russen. Ja, nou, kijk, in Oekraïne, daar zien we hetzelfde nu. Nou ja, precies, ook dezelfde. Ja, dat is een nutteloze gewelddadigheid. Ook wel moordzucht. Het is een ontzettend droevige zaak in feite. Maar ja, Wenen blijft een hele aantrekkelijke stad. Maar Wenen heeft niet meer die culturele vitaliteit die het ooit had. Wat is jouw definitie van een culturele hoofdstad? Wat moet je dan hebben? Dan moet je hebben de attractie voor iedereen die iets met cultuur te maken heeft, die moet zeggen, ik ga naar de hoofdstad. In beperkte mate had Amsterdam dat in Nederland. Als je in Winterswijk werd geboren, Gerrit Komrij bijvoorbeeld, dan besef je al vrij snel, als je een gedichtje hebt geschreven,
dat Winterswijk daarvoor niet de ideale omstandigheden biedt. En dan vertrek je naar Amsterdam. Maar heeft de hoofdstad dat niet altijd? Nou, je hebt hoofdsteden die helemaal niks hebben. Die zijn er ook. Ongetwijfeld sterk afhankelijk van het regime natuurlijk. Want dat is iets wat... Oh ja, ik ben nog iets vergeten. Oh. Namelijk de grafkelder van de Habsburgers. Ja, ik werd daar een beetje lacher van. Je daalt eraf in die grafkelder. Moet je voorstellen dat wij die kelder in Delft vrij toegankelijk maken voor de moderne massatoerist. En dan, dat staat er helemaal vol met de ongelooflijk lelijke, vond ik, ijzeren dozen waar die lui in zitten. Met allerlei poppenkast, dieren, lantijnen eraan enzovoort. Het gek genoeg heb ik toch, in de mate ik over deze zaken heb gelezen, in de loop der jaren ook wel, een soort liefdevolle bewondering ontwikkeld voor Frans Jozef. Die Sisi, dat is een tragisch geval en daar moeten we het nou verder maar niet over hebben. Overigens heerst ze over de koektrommels en de romantica en... Ja, alle meisjes willen zich met haar op de achtergrond fotograferen. Een soort symbool van Wenen. Ja, verschrikkelijk eigenlijk. Maar goed, Frans Jozef was een aarts-conservatieve, zeer katholiek, en voor zover ik dat heb kunnen nagaan, een man. Maar hij was een fatsoenlijke man. Hij was niet een moordenaar, hij was niet een man die een politiestaat van de grond trok. Hij was simpelweg een net mens. Je zegt het met enige verbazing. Ja, omdat natuurlijk in zo'n positie is dat lastig, denk ik. Hij had zelfs belangstelling voor cultuur. Hij heeft naar beste weten er iets van proberen te maken. Terwijl ik denk dat de donormonarchie eigenlijk al... Nou ja, vanaf 1860, 70 is de donormonarchie eigenlijk ten dode gedoemd. Als je denkt dat de Tsjechen hebben, geloof ik, in dat parlement met al die prachtzuilen ervoor... jarenlang de hele boel geblokkeerd, omdat zij ook wilden wat de Hongaren eigenlijk al hadden. Maar toch, de nostalgie naar de Donaumonarchie is wel begrijpelijk, vind ik wel begrijpelijk. Denk aan het feit dat Prinsjip, dat is de man die, ook oh, ik ben allerlei dingen vergeten, dat kunnen we nog even door. Denk aan het feit dat Prinsjip, die Frans Ferdinand heeft doodgeschoten, die geen prettige man was overigens. Morganatisch getrouwd. Dus ik geloof dat zij niet in die crypte mochten liggen. Ja, wat een wereld wat dat betreft. Maar Prinsjip heeft een doodgewone gevangenisstraf gekregen. Dus die is niet op gruwelijke wijze geëxecuteerd of zo. Prinsjip is overigens ook niet oud geworden. Die is, ik dacht, in Theresienstadt in een gevangenis aan TBC doodgegaan. In het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog. Dus een soort wonderlijke... gerechtigheid zou je het eventueel kunnen noemen. Maar ja, ik heb wel iets met Frans Jozef. Hey, nou ja, je kunt hem niet missen in Wenen, want er is ook weer geen koektrommel, er is geen doosje, er is geen raampje waar Frans Jozef niet verschijnt natuurlijk. Die op zijn 18e begonnen, 1848, en per slot verrekening dat dat 1916 heeft gezeten. Nou, toen hebben we nog 2 jaar die Karel gehad. Toen was het gepiept. Al is de vrouw van Karel, namelijk keizerin Zita, die is immens oud geworden. Ik weet niet precies hoe oud, maar wel immens oud. Maar nu ik dus over Prinsje begin, heb ik ook weer direct... Je ziet dat ik toch wel een beetje een oude Sleetse man begin te worden in de bovenkamer. Want een van mijn hoofd... attracties, ik bedoel, een van de dingen die ik het altijd het aardigst vind in Wenen, wat ik altijd ga bekijken, dat ik precies weet hoe het eruit ziet, dat is de auto van Frans Ferdinand, waarin hij op die 28e juni van het jaar 1914 doodgeschoten is. Zijn vrouw was meteen dood en hij is na een half uurtje overleden. Het is zo'n wonderlijk verhaal, die hele, hoe dat... Dat is heb ik dat al een keer verteld of niet? Nee, hier niet. Een reeks van zonderlinge toevalligheden. Ik zal het een keer uitgebreid uit de doeken doen. Want dan kun je het ook koppelen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Die auto is er nog. En die staat in het Heeresmuseum. Het is geen replica, echt de echte nee, auto. Nee, het is de echte auto. En hij was nu voorzien van allerlei alarminstallaties, jammer genoeg. Want jaren geleden, toen ik
Overigens, dat is weer een heel ander punt. Ik wijk even af van de thematiek. Maar ik ben denk ik een jaar of 7, 8 geleden voor het laatst in Wenen geweest. En het is gewoon 5 keer zo druk geworden. Met name weer met die bekende hordes van jeugdige toeristen. Dat komt door jouw promotie hier. Jij zit dat hier steeds te promoten. Dus denk al die mensen, we gaan maar eens kijken. Oh, zou dat het zijn? Maar ook degene die aantallen uitmaken, zijn vooral jonge mensen. Ook in het Kunst Historisch Museum, er lopen van die enorme groepen. Ja, sorry dat ik het zo moet beschrijven. Giechelende meisjes. Die als ze niet giechelen, kijken ze zo verveeld als alleen pubers kunnen kijken. En dan zijn ze voortdurend bezig met elkaar te fotograferen. Ja, de bekende ziekte van het moderne telefoontje natuurlijk. Maar goed, ja, die auto die staat er nog. Dus was een in de tijd een Oostenrijks merk. Een door en door reusachtige en solide auto. En de bloedvlekken zitten nog in de bekleding. Het zijn natuurlijk geen rode bloedvlekken, daar begrijp je. Maar roestige vlekjes zijn. Zijn zwaar beschadigde uniform ligt er ook nog in een soort van glazen doos. En dat Heresmuseum, voor iedereen die een beetje interesse in die richting heeft, is zeer de moeite waard. Het was wel enigszins gecoupeerd eigenlijk, in de zin dat er nu aan het eind, je kunt daar naar links en als je er binnenkomt kun je naar links en naar rechts. Naar rechts moet je voor de auto, die kom je al heel snel. Ze beseffen nu geloof ik ook dat het eigenlijk het interessantste object is wat ze eigenlijk hebben. Ja, die staat toch aan het begin van dat hele immense drama van de vorige eeuw natuurlijk. Van Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog. Dat is een hele reeks van aan elkaar gerelateerde conflicten vanzelfsprekend. Toen was het afgelopen met de Koude Oorlog. Toen dachten we, eindelijk rust, hè. Gaat allemaal de goede kant op. En we weten nu dat in no time hebben we de boel weer grondig weten te verpesten. En zitten we weer met een hele reeks nieuwe problemen. Waarvan ik overigens de afloop gezien mijn leeftijd niet mee zal maken. Maar goed, dus als je nu iets te dichtbij probeert te komen. Dan gaat er weer zo'n schel geluidje af, weet je wel. Maar de auto staat er nog. Ga vooral kijken. En nog even er staan een hele reeks bejaarde tanks die niet goed worden onderhouden. Er staat geloof ik een zelfgemaakte straaljager waar je ook de indruk hebt. Dat moet een held zijn geweest die met dat ding de lucht in durfde. Maar het Heresmuseum, afgezien van het feit dat het architectonisch een bijzonder zonderling gebouw is, is de moeite waard om even heen te gaan. En wat maakt het dat je daar iedere keer weer, terwijl je het kent, je weet wat je gaat zien? Ja, dat is waar. Nou, het was ook wel wat gehusteld. En natuurlijk als je nu naar links ging, had je eerst even een stukje Tweede Wereldoorlog. Met een mooi exemplaar van dat Duitse superkanon, dat 88 mm kanon. En ineens een hele nieuwe marineafdeling. Je begrijpt dat zij het wel niet heel indrukwekkend was, maar een heel klein stukje van de Donau-Monarchie grenst ook aan de Middellandse Zee. Hele fijne modelletjes, doorsneden van slagschepen. Ja, jouw vraag is interessant. Want ik leid daar feit al jaren aan. Tal van die musea heb ik 2 keer gezien, 3 keer gezien, soms 4 keer gezien. Ik ga in Amerika, ik kom altijd weer naar dezelfde musea. Bij schilderijen is het al heel eigenaardig. Ik krijg er nooit genoeg van. Ik ben er nu natuurlijk weer gaan kijken naar Jagers in de Sneeuw en al die andere fantastische breugels. Die overste de zaal is gewisseld. Ik weet niet, ik geloof dat ik heb gezegd zaal 14, maar het is nu zaal 10. Waarom ze die dingen ook regelmatig verhangen, God mag het weten, maar het is nu zaal 10 geworden. Houd dat in de gaten. En de zitmeubilair viel je tegen? Dat moest iets strategischer opgesteld worden? Ja, dat kon iets strategischer opgesteld worden, absoluut, ja. Zodat je moest net scheef naar die. Nou. Hoe dan ook, ik ga weer kijken naar de Jagers in de Sneeuw. Denk ik dan, nou, ik heb het wel gezien met die jagers. Hè. Zoals een van de reisgenoten opmerkte, nou ja, jagers in de sneeuw. Als ze nog 3 passen naar voren doen, dan flikkeren ze allemaal naar beneden. Op die helling. Maar goed. Ik vind het altijd weer even mooi, leuk, interessant. Die auto kan ik ook best over 3 jaar weer een keertje gaan bekijken. Daar heb ik helemaal niet zo moeite mee. Omdat het ook wel een klein beetje toch is, dat je, hoe romantisch en nutteloos dat gevoel misschien ook is, dat de geschiedenis dan toch heel dichtbij is.
De historische sensatie, zoals dat zo treffend heet, die heb ik heel sterk bij die auto. Ik kan het niet anders zeggen. En dat geldt ook voor al die schilderijen, want ik kan... Er zijn ook allerlei schilderijen, god, als ik ze een keer heb, al die in die zaal, zo'n zaal vol Rubens. Die portretten van Rubens zijn fantastisch, geweldig, hij kon enorm schilderen, maar die malle grote dingen met die Bijbelse tafereelen, daar heb ik helemaal niks mee, dat durf ik je wel te verklappen, maar dan is er zoveel anders in dat museum wat enorm de moeite waard is. God, al die prachtige portretten van Dürer en Holbein, het is zaal na zaal, is het van absolute topkwaliteit. Ja. Maar dat geldt ook voor musea als ik in Londen ben, zal ik altijd naar de National Gallery gaan. Ik zal niet denken, nou ja, ik heb het alles gezien, het hoeft niet zo, ik weet wel een beetje hoe de Mount Everest eruit ziet. Nou ja, nee, daar heb ik nooit last van gehad, gek genoeg. Ja. Dus ik ben nu ook weer uitgebreid gaan kijken. Nou, dat was het Heresmuseum, dat was ik dus ook even vergeten. En er waren nog een paar andere dingen die me nu alweer ontschoten zijn. Het geeft wel te denken natuurlijk. Want ik dacht er eigenlijk pas aan terwijl ik bezig was mijn verhaal op te bouwen. Maar er waren nog een paar dingen. Ja, ik vroeg je naar de bezettingszones en toen zei je opeens van... ik ben niet vergeten te vertellen. Oh, is dat zo? Maar je voelt je wel weer verrijkt na deze reis. Dat je denkt, ik heb weer veel gezien. Ja, ik bezoek dat Kunsthistorisch Museum steeds met het grootste genoegen. Geldt daar zo voor het Leopold Museum. Ik ben een bewonderaar van Klimt en van Schiele. Dus ja, Schiele kon ook, volgens mij heb ik dat ook al gezegd, ongelooflijk tekenen. Heb ik die anekdote nog verteld van Klimt en Schiele? Volgens mij wel. Nee, heb je hier niet verteld? Jawel, volgens mij wel. Wanneer heb je dat gedaan dan? Schiele kwam als jong kunstenaar bij Klimt, was toen de grote voorman van laat maar zeggen, de schilderkunstige avant-garde in Wenen. Schiele is stuk en stuk jonger dan Klimt. En die komt dan met zijn werk bij Klimt en zegt van, heb ik talent? Waarop Klimt het zwijgen enige tijd wil doen en dan tenslotte, niet waar de onsterfelijke woorden spreekt, u heeft meer talent, nee, u heeft te veel talent, dat is de formule, u heeft te veel talent. En ik ben ervan overtuigd dat dat een enorm wijze opmerking was. Maar god, als je in dat Leopold Museum loop je die zaal in waar het werk van Schiele hangt en daar zie je recht voor je uit, zie je een overigens voetloos, gruwelijk zelfportret, zelfnaakt portret. En dat, ja, als je dat niet tussen de ogen raakt, dan weet ik het ook niet meer. Dat is van een ontzaglijke briljantie eigenlijk. Eng, maar wel briljant. Is de volgende culturele reis eigenlijk al bepaald? Ja, we gaan begin september gaan we naar de DDR voor ons DDR-reisje. Oh ja, dat doen jullie ieder jaar? Ja, dat doen we praktisch ieder jaar. Dat is ook ontzettend leuk, het DDR-reisje. Omdat er ook in de DDR allemaal van die aandoenlijke DDR-musea zijn. Er is niets wat de jaren 50 zo intens verbeeld en dichterbij brengt als alle rommel uit de DDR. De DDR is eigenlijk de gestolde jaren 50. Anders kan ik het niet beschrijven. Dan gaan dezelfde mensen mee? Het is ook allemaal even lelijk en krakkemikkig in feite. En daar gaan jullie naar kijken? Ja, daar gaan wij naar kijken. Ja, dat is het. Trouwens ook een heel mooi, automuseum waar Horch en Audi staan. Ook nog twee van die racers van Audi uit de jaren 30. Die zijn ook zo prachtig. Het is nazi-materiaal, ik weet het. Maar het zijn eigenlijk magnifieke apparaten. Echt ongelooflijk. En mensen kunnen zich daarvoor aanmelden voor die reis? Zeker, dat kan. Als die niet vol is, dan kun je nog steeds Libris, aanmelden. Bij Libris reizen. Want de limiet is 25. En bovendien, die reis... wijs geworden, doen wij niet met het vliegtuig, niet met de trein, niet met de individuele auto, maar met een uiterst comfortabele bus, waarin iedereen een hele bank ter beschikking heeft. Want er kunnen eigenlijk 50 mensen in de bus, maar er zitten er maar 25 in. Ja, maar jij zit altijd op dat stoeltje voor naast de chauffeur, nee, toch? Nee, alleen als ik dan een praatje hou, een lezing hou, dan zit ik even voorin. Oh, ik dacht dat je daar bleef zitten. De geluidsinstallaties zijn mee prima. We hadden nu wel iedere lezing in een soort zaaltje van het hotel. Maar nou ja, ik ben ervan overtuigd dat het rijbureau een paar honderd euro gekost heeft.
Ja. Oké, nou interessant. Dus nou, dan kunnen mensen zich aanmelden als ze dat leuk vinden. Ja, het is leuk werk om te doen. Het was wel ontzettend koud in Wenen. Ja, dat heb je gezegd. Dat heb ik al wel verteld. Ja, dat heb je gezegd. Ben ik god beter vorig jaar omtrent deze tijd in Rome geweest. Ik wist helemaal niet dat het zo godvergeten koud kon worden in Rome. Ben ik dit jaar in Wenen. Daar had het eigenlijk geloof ik 15 graden moeten zijn. Het is al die dagen niet boven de 7 of de 8 geweest. Met een snijdend koude wind, waardoor de windchill factor, zoals dat zo treffend heet, extra pijn deed. En wat voor mensen gaan eigenlijk mee? Zijn dat allemaal alleen maar oude mensen? Nee, er zijn ook wel wat jongere mensen bij. Maar het heeft een hoog gehalte aan 50-plussers. Met je Omroep Max reis? Ja, maar het zijn bijna allemaal mensen met een, natuurlijk een levendige belangstelling voor dit soort van zaken. En anders moet je ook niet meegaan, dat spreekt voor zich. Die wel aan zeker die voldoende culturele bagage hebben om het ook nuttig en interessant te vinden. Ja, ja, ja. Maar zitten er dan ook mensen bij die denken, oh, dan heb ik een kans om Maarten van Rossum een keer in het echt te zien? Nou, dat lijkt me helemaal niet. Het zou mij verbazen als ze hadden gezegd van, jongens, kijk eens, dat hele klote Wenen interesseert ons echt geen flikker. Maar ja, je ziet die van Rossum, die dan hoe in ook eens wat die zomaar in de dagelijkse contact zegt. Hè? En misschien gaat hij zelfs ook wel naar de wc. En nou, zo. De groepies, de Maartengroepies. Ja, nee, dat is niet mijn indruk in ieder geval. Nee. Gaat Philip niet eens een keer mee? Die lijkt me ook wel hierin geïnteresseerd. Nou, ik heb wel eens met Philip samen. We zijn wel eens in gesprek geweest over een gezamenlijk programma. Wat ook wel laten we zeggen, zij het wat zijdelings. Het hele probleem van de Europese cultuur aansnijdt. Wat is eigenlijk Europese cultuur? Zijn dat de kerken? Er staan net zo goed christelijke kerken in Zweden als in Sevilla natuurlijk. Is het christendom de verenigende factor? Is de Duitse bezetting een stimulans geweest voor? Nou ja, het immense conflict tussen Frankrijk en Duitsland, wat uiteindelijk de EU gecreëerd heeft. Zitten de wortels van Europa veel dieper? In hoeverre zijn? Moeten we de Romeinen daar een belangrijke invloed in toeschrijven? Nou ja, dit soort van zaken. Is het inderdaad zo dat de spoorwegen in Noorwegen lopen alsof het Japanners zijn? Terwijl ze in Griekenland, nou ja, ik wil daar nou niet ook geen flauwe grappen maken over die recente ontsporing. Tenminste, al was het maar omdat ze hier ook het reparatiemateriaal iets te snel op het spoor gebracht hadden. Ja, dat zijn wel interessante vragen. En hebben jullie natuurlijk dat antwoord gevonden op die vraag, wat de Europese cultuur nee, is? Nee, ik denk dat iedereen daar zijn eigen interpretatie van heeft. Hè? Is er zoiets als de Europese auto, waar ze willekeurig wat materialistische vragen te stellen. Zijn Europese auto's anders dan Amerikaanse auto's? Nou, dat verschil was ooit gigantisch groot. Maar in allerlei opzichten hebben wij dat gewonnen. Je kunt ook zeggen, als je wil, Japanners hebben. Misschien hebben de Japanners het eigenlijk wel gewonnen. Kijk, of je nou in een taxi stapt in Wenen. Of je stapt in een taxi in Chicago. Of je stapt nou niet in Nederland, want bij ons bestaat dat niet. Wij denken dat taxis per se Mercedes'en moeten zijn. Maar voor de rest zijn het allemaal Toyota's. Op enigerlei wijze. En als je als taxi overleeft in Chicago, als je ooit daar een studie hebt gemaakt van het wegdek in die stad, dan weet je dat die Toyota Prius, zijn allemaal Priussen, die zijn onverslijdbaar. Hoe kwam ik nou op taxis? Nou, over de Europese auto. Ja, ik moet er nog iets anders geks bij zeggen. Willem, mijn collega reisleider, of niet, hij is de reisleider en ik hang er zo'n beetje bij als pratende dwerg. Hè, wat je vroeger had je zo'n hofnar aan het hof. Of hangt er ook in het Kunsthistorisch Museum zo'n geweldig leuk portret van een hofnar. Echt dat je ziet, ja, geweldig. Nou ja, ga even kijken, u ziet het vanzelf, als u een beetje oplet natuurlijk. Kwam ik hier nou op. Oh ja, hij had zo'n Uber abonnement op de telefoon. Ik,
het schijnt dat het in allerlei opzichten een organisatie is waar veel mis is. Maar het is wel godvergeten handig, zeg. Ja. Jongen, we hadden ergens gegeten, we waren eigenlijk iets te laat blijven zitten. De man van het restaurant zou een taxi bellen, wij wandelen naar buiten. Het is aarde duister, de sterren schitteren en geen taxi. En dan bel je zo'n Uber en dat zie je op het schermpje van hoe de chauffeur heet. Ze heet allemaal Mina. Hè, dus je kunt kussens zeggen of wie er zijn Mina. Ja, ook als ze baarden hebben, heet ze ook Mina. Dus dat is het eigenaardige van de zaak. En je ziet hem komen. Je ziet waar die is, ja. Ja. Dat is heel handig. En tenslotte zie je dus dat hij nog 300 meter te gaan heeft. Ja. Dus daar in het aardeduister, op deze van God verlaten plek, verscheen wel de Uber-taxi. Dus ik dacht, pot van drie. Ik ga nu nog even nakijken hoe onmenselijk het systeem eigenlijk is. Maar het werkt fantastisch. Dat zou je nodig hebben op het Centraal Station. Dat je dat ook daar had. Had ik het maar gehad op het Centraal Station. Dan had ik ben ik uiteindelijk op het Centraal Station. Niet waar, was er een verdwaalde chauffeur. Die zei, ja, ik had een afspraak, maar die ging niet door. En ik zie u zo eenzaam staan. Ik stond er om te jubelen van woede. En ja, samen met een Amerikaans meisje die er helemaal niets van begreep. Waarom deze verwaaide vlakte geen enkele taxi te zien was. En die man heeft mij tenslotte naar huis gereden. Dus ik ben tenslotte wel door een taxi bediend. Maar die was er aanvankelijk niet. Wat bovendien de gekste kraak- en piepgeluid. Piep! Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randdebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend Jan wel heel vreemd. Aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen, niet waar sidderend wakker te schudden. Omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. En ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim 2 uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets Studium Generale niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Nog een podcast luisteren? Luister naar de aflevering waarin wordt uitgelegd waarom het niet verstandig is om je mobiele telefoon 's nachts op je nachtkastje te laten liggen. De link naar de aflevering vind je in de show notes.